Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Inmiddels de tweede aflevering dat ik met de collega's van Team Verkeer op pad was. Zoals ik in de eerste aflevering uitgelegd. Ik mocht weer terugkomen in de server in dienst bij het korps. Ik ben er geloof ik 8 maanden weg geweest. Dus ik moest een kleine integratietrajectje doorlopen. Daarop loop ik als derde man mee. In dit geval bij de collega's van Team Verkeer. We krijgen weer een aantal meldingen. Die heb je natuurlijk in de vorige aflevering al gezien. En we gaan nu naar een melding van een bankoverval. Het was best wel een leuke, ja, ondanks de melding natuurlijk, een leuke casus. Ja, wat ik ook in de eerdere video zei, het geluid was niet helemaal goed. Ik heb het verkeerd opgenomen in deze stream, zullen we zeggen. Dus dat worden de volgende afleveringen bezig. Maar voor nu in ieder geval veel plezier met de video. Ja, Willem, jij is als onderhandelaar, of niet? Tim, ja, kun je naar mij toe komen? Negatief. Dan ja. Ga ik even een berichtje die, in de politie doen. Doodhulp. Willen we nog wachten op ondersteuning of zal ik vast naar binnen? Ga maar vast naar binnen. Hallo, politie. Politie. In de vuilniswagen zit nog iemand. Politie. Zit er nog iemand in? Is er iemand in het pand? Goedendag, politie. Ik kom langzaam naar haar toe, oké? Ja, voor de collega's over de porto, ik zie 2 personen in de bank staan. Ze reageren niet op contact. Ja. Politie, jongens. Heren. Heren, goeiedag. Hey, dankjewel voor het geld. Te plaatsen. Tot volgende week. Hoi, tot volgende week, meneer. Hey, fijne dag nog. Heren, wij horen... Ja, Nee. Nee hoor, het is goed helemaal. Fijne dag, kan ik je helpen? Volgende dag, jongens. Ja, zeker. Even attentie, er komt een. Agent! Nee, zeker. Wat is uw voor- en achternaam? Even meneer naar buiten, jongens. Even staan nou. Ja. Nee, volgende week? Ja, even voor- vraagje. Voorkant of achterkant? Ja, vertel. Wat, we krijgen een overvaller. Is dat een zijingang of hoofdingang, Jan Willem? Of heb je daar een beeld bij? Is het in de vuilniswagen? Een moment. Hoofdingang, hoofdingang. Ik heb ook collega's in de vuilniswagen. Nee, dat is al voor. Ja, de hoofdingang, jongens. Ik heb nog 2 personen in de bank. Ze lijken mee te zijn. Ja, we hebben collega's bijpraten, maar we krijgen een melding van een overval. Oh, is goed hoor. Dat ik noteer de lijkt mij niet. Is alles in orde? Jazeker, wij weten van niks. Oké, okay, hey, volgens de procedure willen we graag even jullie door de bank lopen. Te kijken of jullie worden gegijzeld. U mag gewoon in het publieke gedeelte rondlopen, ja hoor. Prima. Ja, we willen ook even achterkomen. Achterkomen? Heeft u een search warrant, meneer? Wil je dat ik hem heen zet? Nou, dat is niet, dat is een overval warrant, dat is gewoon protocol. Oh. Dat is voor uw veiligheid. Ja, wij weten van niks hoor. De kluis zit gewoon dicht. Anders hadden wij er wel mee gegeten. Kan ik even 2 collega's mee naar binnen krijgen, jongens? Voor een kijken wat alles goed is. Het lijkt verloos. Ik had ook dat niet. Ja, meneer, het protocol is dat gedaan is. We moeten altijd even checken of alles in orde is, uiteraard. Zag je dat? Ja hoor, dat mag, dat is geen probleem. Gaat u gewoon? Ik wel. Ja, ik wel. Ik wacht even op mijn collega's. Dat was voor de veiligheid, hè. Wat zit er nog achter je deur dan? Daar beneden, daar zit de kluis verder. Ja, helder. Eigenlijk zeg ik nu al te veel, namelijk. Dat snap je. Ja, maar dat is, de collega's buiten zijn al de blauwe printen van de bank aan het opvragen. Dus het is allemaal onbekend. Okay. Mm-hmm. Hey, wat u bent, wie bent u? Ik werk hier als baliemedewerker. En die andere meneer daar? Hetzelfde. Wij zijn administratieve medewerkers hier. Maar heeft iemand net op de knop gedrukt of iets? Nee, niet dat wij weten. Dus ik vond het al een beetje bizar. Begrepen. Sorry hoor, ik word gebeld. Hebt u ik weet niet of jij daardoor contact hebt met iemand, Jan Willem? Heb je totaal niemand binnen? Qua ja, wel, bank twee heren. Nee, ze komen nu binnen lopen inderdaad. Heb je nog verdere informatie voor nee, ons nu dan? Ja, we zijn ermee bezig. Kom. Nee, ik heb 2 heren. Ze zeggen dat ze bankmedewerkers zijn. De vraag. En dat ze van niks weten. En we mogen niet naar de kluis. Waarom mogen we niet naar de kluis? Ik heb uitgelegd dat we graag voor de veiligheid willen meelopen met de heren om te kijken of niemand gegijzeld wordt of alles in orde is. Dat het ook protocol is. Maar daarvoor wil ik graag 2 collega's bij dat we hier wel met z'n drieën lopen. Ja. Dan gaan de 0511 gaat dan volledig gaan binnen. Kan er een eenheid richting de zijingang? Ja, begrepen Tim. Gaat de zijingang pakken. Ik ben er al. Er is geen 0501. Wij komen naar binnen, 0501. Joep. Zo, de telefoon is afgevallen. Als het goed is, gaat hij ja, zeker. Er was even
Top. Dat was nog even het beveiligingsbedrijf. Die auto die hier buiten staat, is die al gecheckt? Ja, nogmaals, we hebben een melding van overval gehad. Ja. En we moeten natuurlijk altijd even uitsluiten of alles daadwerkelijk in orde is. Laten we snap ik. Ik wil gewoon kijken. Dus voor de beveiliging loop ik graag met u mee. Ja, u heeft toch net al de bank ingekeken? Ja, ook verkeerd. We lopen even met u mee achterop. Ja. Ja, jullie mogen je best naar achteren zo, maar ik kan jullie niet naar beneden laten. Nou, dat is toch voor u en onze veiligheid moeten we toch even checken. Dat is afgesproken in ons protocol. Nee, en ook met jouw baas. Nee, zeker niet meer. Jawel, zeker. Ik heb net nog met ze gebeld. En ik kan jullie echt niet binnen laten zonder een binnentredingsbevel. Tenminste, niet achter die deur. Nee, dat is zeker niet hoe dat gaat. Ik kan even zorgen dat de officier van justitie naar de bank belt. Misschien is dat een optie. Ja hoor, dat is helemaal goed. Ja. Ja. Meneer, goeiedag. Ja. Ja, is goed. Meneer, luister even. U mag nu even ophangen. Ja, positief. Er komt iemand van boven in één keer. Meneer, dat is geen ID-kaart. Ja. Oh, mijn identiteitsbewijs bedoelt u echt? Ja, identiteitsbewijs. Meneer, hallo, hoort u mij? Oké, top. Nou, we verzoeken iedereen in de bank te blijven, omdat we... Ja, ik wacht nog even op het bevel van de... Ik weet dat een bevel dus u mag hier even beneden bij komen staan en dan wachten we even. Kan ik ondertussen een van de niet-vuurwapendragers richting de zijn gang hebben? Ja, u mag daar even plaatsnemen. Ik heb in ieder geval even contact gehad met de HVJ. Die belde mij net. Moment. Ik wacht even af tot het... Moment, dan bel ik nog één keer terug. Ja, volgens mij gaat hij even overleggen, de HVJ. Mag ik die persoon gebeld? Ik ben gewoon naar beneden. Ik word weer gebeld, om volgens mij. Ja, nou, er zat een en ander mee. Als het niet mee wil werken, of 84, Benji, mag ik die persoon fouilleren? Zeker. Als hij de bank uit wil, moet je hem insfouilleren. Ja, hij wil de bank uit. Ja, hij mag de bank uit, maar dan gaan we hem insfouilleren. Oké, meneer, lach. Geef me maar meelopen. Oké, meneer. Gaat u voor? Ik snap dat er protocollen zijn die jullie moeten volgen, maar zo heb ik die ook. Maar ik kan jullie echt niet binnen laten zonder dat ik dat fysiek zie. Oké, meneer. Of eventueel via de e-mail, meneer. Maar anders niet. Luister, ik ga het nu even heel anders doen. Er is gewoon een overval. Voor de veiligheid gaan we de hele bank kijken. Er is kijken. Geen overval. U gaat ons nu binnen laten, zo niet. Geef ik u deze een vordering. Als u daar niet aan meewerkt, luister, wordt u aangehouden. Dus de keuze is er nu. We hebben niet tijd om meer uren te discussiëren. Voor hetzelfde geld wordt nu iemand gegijzeld. Dat, hier komt zeker nog een klacht van. Zit niet mee, had niet. Dat mag, dat zien we wel weer. Dit wordt een flinke rechtszaak, dat zal de bank leuk vinden, denk ik. Nou, fantastisch. Helemaal. Maar jullie hebben nog steeds geen gerechtelijke binnentreding. Hey collega, fijne dag. Ik ga u mag gelijk meelopen met mijn meneer. Hey, fijne dag, mee. Hey, thanks, hè. Succes nog. Hoi. Dag. Goed. Nou, gaat de gang. Ja, ik zal de code even toetsen. Ja, alsjeblieft. Niet kijken. Meneer de Kok, even omdraaien. Ik laat Sydney mee via de zijgang naar buiten, jongens. Ja, begrepen. Ga de gang. Dank u wel, collega. Wacht heel even hoor. Hij loopt mee? Ja, oké. Ja, loopt u maar voor. Ja, ze hebben nog steeds geen binnentredingsbevel, maar ze willen gewoon naar binnen. Anders werd ik aangehouden. Even kijken of hier alles veilig is. Ja. Wat maakt het even? Dit is de eigenaresse van de bank. Goeiedag. Oh, dat is eigenaresse. Ja. Zou je de kluis even willen openen? Nee, daar mag verder niemand in. Bij deze voordring nu dat de kluis al geopend wordt. We hebben nog steeds geen binnentrainingsbevel gezien. Dat hoeven wij niet te laten zien. Zeker wel. Negatief. Ja, zeker wel. Nou, u mag mijn kluis niet in. Alleen ik mag de kluis in. Nou, dan lopen wij even met u mee. Dat zijn veilig. Nou, als u niet aan deze voordring voldoet, wordt u wel bij. Hou alle ingangen in de gaten, jongens. Want? Ik heb het gevoel dat er dadelijk eentje naar buiten komt. Ja, nou. Als jullie een hele grote klacht aan je broek willen hebben, ga je gang. Maar ik ga wel mee. Uiteraard. Met jullie. Ja, dat is ook voor uw veiligheid dat nou, we doen, hè? Ik doe eventjes de... Ja. Hoezo voor mijn veiligheid? We willen weten of alles zo goed is. Nou, bliep. Bliep. Nee, maar ik ondertussen was er een legitimatie van u hebben voor de administratie. Uiteraard, wat u ook mijn werk was hier. Dat is helemaal mooi. Ja, even kijken, heeft hij hier mijn identiteit? Via waar zou ik het... Via waar kan ik de werkpas leveren? Ik vraag me af waar het is. We hadden net wel een speciale opdracht gekregen, maar goed. Was het een en ander fout gegaan in, de gelddrukkerij? Dus, ja, ik heb de pas inderdaad gezien, dat is in orde. Dank u wel.
Ja, maar er was recentelijk wat fout gegaan in de geldtrekkerij. Dus dat geld, dat hebben wij hier nu liggen, maar daar hebben we eigenlijk niks aan, omdat het niet aan de eisen voldoet. Straks wordt iemand opeens beschuldigd van zwart betalen. Nou, dat zou natuurlijk niet fijn zijn. Maar goed, dus dat wordt nu vernietigd. Daarvoor, ik weet niet of de... Heeft u dat gezien toevallig? Staat de vuilniswagen al buiten? Ja, die staat buiten. Hè? Ja, klopt. Die komt dat is een samenspraak gaan met het vuilnisbedrijf. Maar dat geld dat wordt zo meteen vernietigd. Met één wende, ik moet even wat terugkoppelen aan de meldkamer. Ja, uiteraard. Collega's, die meneer die ik hier heb staan, is inderdaad de werknemer. Gegevens controleerd. En zij geven aan dat er een fout is geweest bij de gelddruk. Dat ze een verkeerde badge hebben of iets dergelijks. Dan komt een nieuwe, deze wordt vernietigd. En dat er waarschijnlijk iets fout gaat, is in de alarmcode. Ja, dat begrijp ik, maar wij voeren het gesprek even alleen met u, omdat privacy redenen. Meneer, ik voordeel nu bij deze, dat heeft de kluisje. Precies, u mag de bank even laten. Meneer de Kok, u heeft hier geen grond om op te staan. Meneer, ik geef geen idee wie u bent. Zeker niet, nee. Volgens mij sta ik hier best wel goed op een marmeren vloer, dus u mag gewoon even de deur vinden en de grond even laten. Don't wait for tomorrow. Nee, wij doen nu zaken met u. Ik heb gewoon recht op een andere. Nee, dat heeft u niet. Wij doen nu zaken met u. Meneer, u gaat het nu aan ons afgeven of u wordt deze aangehouden. Wettelijk gezien heb ik... Nee, dat heeft u niet. Bij deze voordeel nog één keer dat u het geld nu aan mij afgeeft. Of ik ga u aanhouden. Wettelijk gezien heb ik gewoon recht om op een andere, om met een andere agent te spreken. Nee hoor. Ja, goeiedag. Ja, wij nemen uw geld in beslag. Jongens, dit is een discussie eindeloos wordt. Mevrouw gaat ons... Bij deze bent u aangehouden. Je bent niet het ambtsplicht, je hebt recht om een advocaat, je bent aangehouden voor het niet voldoen van bevelvordering en het hinderen van de... Ja, nee. Ons werk, hinderen van justitie. Jongens, we hebben het hier wel op zich onder controle, als jullie dan die kant op gaan. Ja, is goed. 3550 aanrijdend naar de highway. Ja. 01? 1302 is er ook aanrijdend. Ja. Nou, meneer van de bank. Ik begrijp dat het natuurlijk best wel traumatisch is om uw baas in een keer zo weggezien gevoerd te worden. Ja, verklaring van die meneer hebben. Ja. Heb je het transport buiten of niet? Nee. Maar ja, ze hadden helemaal geen documentatie of zo. Die ze konden laten zien. Wens dus, fijne... Lukt het trouwens de bank zo af? Ze konden alleen wat pasjes laten zien. Zeggen ze, ja, het geld wordt vernietigd. Wordt opgehaald met een vuilniswagen. Ik zeg, nou, dat wordt zo niet gedaan. Ik ga even in het voertuig plaatsen. Past u alsjeblieft op uw hoofd. Is die vuilniswagen gecontroleerd? Oh, dat was mijn hoofd. Ja, ik check nog even die vuilniswagen. Ja, check. Een lul Hannes. Boeieruurd. Bedankt meneer. Maar ik moet er weer vandoor, dus... Hallo meneer. Ja, hallo, hoort u mij? Ja, sorry, ik zat even met de baas te bellen. Ah, oké. Okay. Hey, heeft u iets van informatie voor mij? Ja hoor, zeker. Wacht even. Ik heb ook een verstap hoor. Even mijn broekje kijken. Dat is een stuk makkelijker. Ja, wat konden we hier doen? Ik zou het valse geld gaan laten vernietigen. Oké, en wie heeft er opdracht voor gegeven? Dat is een opdracht vanuit de bank. Heeft hij daar een naam van? Nou, dat weet ik zo net even niet. Of ik daar een naam van heb, maar... Ik weet dat er een bank bij de werkster werkt, die hebben ons de papieren gestuurd. Ja, een beetje een raar verhaal, of niet? Doe je dat met de vuilniswagen? Ja, dat is wel een speciale vuilniswagen hoor dit. Er komt niemand in. En weet je om hoeveel geld het zou gaan? Ja, ongeveer een tonnetje of 9. Oké. Benjamin, kom eens uit. Ja, geen bericht. Ik spreek hier die meneer van die vuilniswagen. Ja. Hij vertelt wel een soortgelijk verhaal. Hij heeft alleen geen naam van de opdrachtgever, zeg maar. Wel dat vanuit de bankkast en vanuit een mevrouw. Ja. Het zou om 9 ton gaan. Speciale vrachtwagen om het geld te vernietigen. Ja, wat doen we met hem? Even ID vaststellen. Telefoonnummer, zodat we hem nog kunnen contacten als we vragen hebben. En dan gaan we de vrouw overbrengen. Ja, die heeft inderdaad.
Oké, okay, meneer, hey, ik heb uw gegevens genoteerd. Ik ga haar vast overbrengen, ja? We hebben het vermoeden dat hier iets niet pluis is. We gaan naar TB in de hekjes opruimen. Oh jee. Ga ik vast voorgeleiden. We hebben wat aanhouding ook gedaan. De receptie gaat verder met de zaak. Mogelijk dat ze nu nog contact op een late tijd zit. Oh, oké. Okay. Ja? Wat moet ik nu dan doen? Nou, niks, naar huis. Oh, dan moet ik even mijn baas bellen. Ja, doe het maar best. Oh, is goed. Nou, okay. Dankjewel. Ja. Ik ga het wel even doorgeven. Top. Dank ze. Oké, ik denk dat ze onderin het cellencomplex zijn. Ja, Willem, zou jij die advocaat even mee kunnen nemen? Naar beneden. En mevrouw wordt verdacht van het niet opvolgen van bevelvordering en het hinderen van justitie. En met betrekking tot het verduisteren van het geld of de poging ertoe, doet de recherche nog onderzoek naar. Dus dat gaan we nu nog niet over oordelen. Ja, had u alles meegegeven, meneer advocaat? Sorry, wat zei u? Had u meegegeven waar mevrouw vandaag van hoort? Nee, nog niet. Ik heb nog de feiten nog niet gehoord. Kijk, een moment hoor. Ik hoop het in één keer hoe mevrouw bij is. Goedendag. Goedendag, dit is uw advocaat. Goedendag. Goedendag mevrouw. Mevrouw wordt in ieder geval nu op eerste instantie verdacht voor het niet meewerken aan het onderzoek van de politie. Ja. In het kader van een mogelijk overval aan de bank. Dus hier is voldoende bevelvordering. En we zijn ook aan het onderzoeken of het gaat om verduistering diefstal, dan wel of het rechtmatig is. Omdat ze niet met zekerheid kunnen zeggen dat mevrouw toestemming had om het geld mee te nemen, zullen we zeggen. Oké. Okay. Maar dat moet onderzoek. Nou, je krijgt een boete. Voor de rest mag. Dat is voor. Dat zal je zometeen nog uitgelegd worden. Je mag je. Dadelijk wordt je in vrijheid gesteld. In afwachting of jij wel of niet werkt bij de bank. En het geld wordt ook dan in beslag genomen. Totdat het duidelijk is of het rechtmatig is voor jou of niet. Maar waar staat de boete dan op? Die boete wordt je zo nog uitgelegd. Die wordt ook uitgeschreven. U mag, zoals de advocaat zei, weer gaan. U krijgt alleen een boete voor het niet opvolgen van ambtelijk bevel. Mag je uiteraard... Jullie hebben mij geen... Ambtelijk bevel? Nou, mijn collega... Jullie hebben mij geen vordering gegeven. Zeker wel, meerdere malen. Zeker niet. Oké, okay, maar mevrouw... Wel. Kijk, wij maken alleen het proces verbaal op. Als u daar niet mee eens bent, dan mag u dat bij de rechter uitvechten. En die zal daar verder over oordelen. Nou, dan wens ik de recherche veel succes. Ze zijn snel klaar met een onderzoek. Ja, kijk, als dat het is, dan krijgt u al het geld gewoon netjes terug. En dan, nou ja, dan is het rond. Nou ja, dat is allemaal... Natuurlijk ook in de veiligheid van de bank, hè? Dat niet anderen per ongeluk met geld op nul hebben. Ongeluk bewust. Nou ja, ik vind het een beetje vreemd dat een eigenaar van de bank het geld op zak heeft. Van de recherche naar huis, dan kunnen we nu... in ieder geval daar wordt voor verdacht. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een duimpje als je het niet gedaan hebt. En dan zie jullie weer bij de volgende video. Later!